De barbecue van Napoleon komt mooi op temperatuur, want wij gaan maken kebab. De kebab, hoe gaan we dat maken? We hebben hier runder gehakt. Daarbij gaat een knoflookteentje en komijn. Hoppakee. En gesnipperd uitje. Zo erbij. Dan, wat hem eigenlijk die mooie specifieke smaak ook geeft, dat is de munt. Ongeveer half bosje. En daarbij ook de peterselie. Dat gaan we mengen, vormen balletjes van. En die balletjes gaan we prikken op deze spiesjes. Ze zijn klaar. En wat we nu doen, is even drie mooie balletjes op het spiesje. En die gaan op de barbecue. De Napoleon Houtskool Pro. Daar gaan we het op rijden. En wat wel heel kenmerkend is natuurlijk van Napoleon, de grills, is eigenlijk de grill met het weefje erin. Daar herken je ze al aan. Nou, ik zet deze even direct aan boven het vuur. En als het te hard gaat, dan kan je ze altijd weer schuiven naar het indirect grill. En laat ze lekker nagaan naar een grenskende temperatuur. Nou, dit is runder gehakt, dus dat brengen we naar de 50 graden. Dat vind ik een mooie temperatuur hiervoor. Gaan we zo verder. Ja, ik heb ze even verplaatst naar het indirect gedeelte. Daar laten ze nagaren. En wat ik ook erg prettig vind van deze barbecue, is dat de deksel die blijft openstaan. Dus hoef je daar geen zorgen over te maken. Je hoeft hem niet weg te leggen of te doen. En een ander leuk ding is, als je naar het rooster kijkt. Het rooster kan ik op drie standen zetten. Ik kan hem nu nog één stand laag zetten of één stand hoger. En dan rust hij hierop. Op die manier kan ik wat spelen voor een mooie directe hoge temperatuur als ik dat nodig heb. Dus dat vind ik een hele mooie feature van die barbecue. En aan de andere kant is hij goed om de temperatuurcontrole te houden. Dat doen we hiermee. En beneden ook nog kunnen we ook nog de luchttoevoer bepalen om een mooie temperatuur te krijgen die we willen. En willen we weten hoe warm het is binnen de barbecue, dan vraagt deze accuproop accuraat welke temperatuur in de barbecue zit. Dus wat dat betreft, mooi apparaatje om heerlijke gerechten mee te maken, zoals dat wij nu doen. Ze zijn klaar. Ze liggen al op de naambroodjes en maken we heel even nog de harissa yoghurt af. En dat is twee lepels van de harissa pasta, yoghurt, citroensap, even roeren en dan heb je het. Beetje peperzout hierbij. En dat gaat er overheen. En terwijl ik dit aan het doen ben, Henk, kan ik mij voorstellen dat er hier een wijn is die er prima bij past. Toch? Ja, dat denk ik ook. We hebben natuurlijk altijd een wijn die ergens goed bij past. Ja, je moet alleen altijd de juiste match zien te vinden. Ja. En wat we hebben is een ontzettend lekkere wijn van een heel klein wijnhuis uit Chili. Ja. In Chili heb je over het algemeen wat grotere wijnhuizen, maar in dit geval is het een wijnhuis wat maar 1500 flessen maakt van deze heerlijke Chardonnay. Okay. Chardonnay is eigenlijk een druif die in de Bourgogne veel voorkomt in Frankrijk, maar ook in de rest van de wereld heel succesvol verbouwd wordt. Mm-hmm. En dit is een wijn die is gerijpt op eikenhouten vaten. Een hele volle smaak, maar omdat hij uit de bergen komt, is hij ook heel fris. Ja. Hij is heel smaakvol. Je hebt natuurlijk ook een heel smaakvol gerecht. Ja, precies. Waardoor veel dit, veel kruiden. En daar moet je natuurlijk ook een beetje een dikke witte wijn of een lichte rode wijn zou er ook bij kunnen. Mm-hmm. Maar een stevige witte wijn zou daar prima bij kunnen. En dat is deze wijn. Dus ik zal hem eens even openmaken. Ik word nieuwsgierig. Nou, hij klinkt alvast goed, hè? Ja, precies. Dat, nou, de klank zal het niet liggen. Bastiaan, ik zal hem eens eventjes voor je inschenken. En over mooi geluid gesproken. Dat is natuurlijk ook een goed geluid. Alsjeblieft. Heerlijk, merci. Oh. Nou, Santé. Santé. Qua geur is die al heel rijk. Hè? Dat is natuurlijk ook een beetje Chardonnay eigen, maar het is een hele geurige, frisse wijn. En dat komt ook omdat hij uit de bergen komt. En daardoor heb je gewoon een hele volle, rijke smaak in die wijn. Dat, ik vind het een mooie match. Dus wat dat betreft, ik ga zo lekker doordrinken met de wijn. Genieten van de kebab. En wil je wat meer weten over de barbecue van Napoleon? De Houtskool Barbecue Pro. Kijk even op napoleon.com en daar staat alle informatie die je wil weten. En wil je volgende week ook weer een leuk filmpje zien? Even abonneren, duimpje omhoog, belletje aan, krijg je signaaltje dat we er weer zijn. En succes met dit gerecht. Mm-hmm.